Hallo, bedankt weer. Ibrahim en Theo. Nee, ja, ik zeg nog even dat Barcelona kampioen is geworden vanavond. Die heeft 4-2 uitgevonden. Bij Espanyol, Frenkie de Jong deden wat ze gespeeld. En een assist gegeven. Die is dus ook kampioen. Goed, Feyenoord kan gaan genieten van het kampioenschap. Morgen de hele ding op de Goal Single live te zien bij de NOS vanaf 11:45. En volgend jaar de Champions League voor Feyenoord. Een mooie avond. Dag. Feyenoord.
de kop van Zuid. Bij de Zuiding was het hier ook 6 jaar geleden. Geweldige moment. Na 18 jaar droog. En dat zal smaken naar meer. Was de ontlading enorm. Maar de ontlading is nu eigenlijk een schaamtoon. Dit is het plaatje voor de eeuwigheid. Het is een hele lange tijd die ook Nou, er zijn heel veel mensen die hebben gisteravond al feest gevierd. Ze zijn bijna in één adem doorgegaan naar de top single. En ze zullen nog een terras opgaan. Ze zullen nog een feestje in de stad vieren. Maar uiteindelijk is dit het hoogtepunt en ook wel een beetje het slot van het vieren van de hoofdmis van de kampioenschap van Feyenoord. Wat een fantastische zwaarste blessure. Wat een heerlijk gevoel moet dat ook zijn voor dat team en daar zo te staan. Echt Feyenoord. Ja, absoluut. Er zitten fans bij die vorige seizoen hebben nog niet voor Feyenoord speelden. Die hier naartoe zijn gekomen van heinde en verre. Bijvoorbeeld Jiménez uit Mexico aangetrokken. Andere spelers uit andere delen van Europa. Heel hectisch. Het team ook telkens voor elkaar door het vuur ging. Telkens niet opkwam. Heel weinig wedstrijden verloren. Diep niet kisten. En nu staan ze hier dus. Voor des. Sommigen ook een hele rare gewaarwording zijn. Dat je vorig seizoen kampioen van Feyenoord naar Rotterdam had gehoord. En je nu zo wordt toegezongen door een legio. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is echt ook Rotterdam. Dankjewel. En ik wil hem echt genoeg van. Absolute meerderheid gehaald. Erdogan staat voor met 49% tegen zo'n 45% voor Boris Johnson. Dit zegt vannacht allebei zin. Een speech op de balkon van zijn partijkantoor in Praga. Ja, dat is ook zo. Verkiezingsdag als een feest van zijn vader stopt altijd op een vakantie. Hij wilde er gisteren niet te veel over kwijt, maar de harde kern, daar hoort de verkeering bijdrage bij. Ja. En zijn vader heeft wel eens tegen mij gezegd. Wat liever mensen de schaal tussen die ook zou spelen. Want ik heb Ik zoek reis, 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 ik
prinses Ariane. Ja, Twee titels vieren in eigen land bij Legia Warschau. Dit zijn de titels.